Voorzitter, sinds mei 2020 gedraagt deze overheid zich op een manier waarvan ik dacht dat het alleen zou kunnen in Noord-Korea of Cuba. Het zijn Cubaanse toestanden en ik vind het echt verschrikkelijk. En als ik dan zie dat naast de genoemde namen ook een Maurice de Hond en een Marianne Zwagerman en een Hans van Tellingen, notabene een bestuurslid van BVNL, worden genoemd. En ook ikzelf. En dan kan er wel gezegd worden, jullie worden niet gevolgd. Nee, er staat het NCTV-logo onder. Dus ik wil weten, ik kom bij mijn vraag. Wat was de precieze opdracht? En ik weet dat de minister net heeft gezegd, nee, er was helemaal geen opdracht. Dan is er een staande opdracht. Wat is nou precies de opdracht geweest? Wat waren de geplande en uitgevoerde acties die daaruit voortkwamen? En wat was precies de terugkoppeling die de NCTV of de NKC of wie dan ook heeft gegeven aan de verschillende ministeries? Want daar zal een gevolg aan zijn geweest. We gaan niet zomaar dingen voor niks doen. Dank ik wel. Heb nog nooit dit soort onzin zien plaatsvinden. Dus wat is er precies gebeurd en wat zijn de gevolgen geweest? Daarnaast wil ik graag alles wat mevrouw Van der Plas over mevrouw Agema en zichzelf heeft gevraagd, ook over al die andere namen. Want ik denk dat iedereen graag wil weten wat de overheid precies aan het doen is. Dank u wel, de minister. Ja, voorzitter, iedereen die dat graag wil weten zou ook kunnen luisteren als ik vertel wat we dan aan het doen zijn. Dat is ook een optie. Voorzitter, wat hier gebeurd is, heb ik zojuist uitgelegd. Dit is een reden waarom het logo van de NCTV op al die stukken staat. Omdat het de coördinerende actor is op het moment dat er een crisissituatie is. Zoals nu. Als het gaat over de opvang van de Oekraïners, hebben we ook het opgeschaald naar crisisniveau. De MCCB is ingesteld. En daarbij heb ik gezegd, op basis hiervan, toen dit gebeurde en ik hier ook navraag heb gedaan, natuurlijk, wat is hier gebeurd? En ook realiseerde, wacht eens even, op het moment dat de NCTV gaat coördineren, omdat er sprake is van een crisis, staat een logo overal. Ik heb gezegd, dat moeten we dus nu niet meer zo doen, want dat roept heel veel verwarring op en dat begrijp ik. Dat begrijp ik. Maar het is wel fijn als ik volgens in de gelegenheid wordt gesteld om dat op toe te lichten. En ook te zeggen, nou, in komende crisis, of waar we nu in zitten als het gaat over de opvang van de Oekraïners, vind ik ook dat we niet op elk blaadje, omdat de NCTV dat toevallig coördineert, zorgt voor een agenda, zorgt voor de uitnodigingen, dat hun logo erop moet staan. Dat helpt ook in de toekomst ook beter te volgen, ook voor de Kamerleden. Dus dat is gewoon een technisch aspect geweest. En de opdracht, zoals bij elke communicatieafdeling overigens hoort, gewoon tot de reguliere taak, mede door de Kamer ingestoken, is zorg dat je weet wat er speelt in de samenleving. Dat is wat het is. Het is niet meer dan dat. Dank u wel. Mevrouw Van der Plas en mevrouw Agema hebben beide gevraagd om een brief. Ze hebben ook een aantal gerichte vragen gesteld. Mijn vraag is aan u, ook namens mevrouw Van der Plas en mevrouw Agema, wanneer die brief er kan zijn. Dus en de bijbehorende stukken die mevrouw Van der Plas en mevrouw Agema hebben gevraagd. Nee, wacht even. Eerst voorzitter, dat zal ik moeten doorgeleiden naar mijn collega van VWS en ik denk ook BZK. Omdat wij hier de coördinerende partij zijn geweest. Dus dat moet ik navragen. Ja. Maar ik zal sowieso zeggen zo snel mogelijk. En nadat ik dat heb nagevraagd kunnen we laten melden laten weten wat dat was. Maar dat durf ik niet voor collega's in te vullen. Ja. Punt van orde heeft te maken met het proces. Dus u gaat een procesvraag stellen. Ja. Nou, we hebben net een debat gehad over de omgangsvormen. En dan vind ik het onbestaanbaar dat als een Kamerlid hier gewoon een normale vraag stelt, dat dan het antwoord is, dan moet je maar beter luisteren. Of dan is er sprake van desinformatie geweest. Ik vind het iets dat de minister kan meenemen en ik vind het niet in deze zaal thuis horen. Ik gedraag me altijd fatsoenlijk hier en ik vind dit volkomen onfatsoenlijk. Ik heb bijvoorbeeld niet gezegd, dan is er desinformatie geweest, verwijzend naar een Kamerlid. En ik vind het heel belangrijk om juist bij zo'n gevoelig onderwerp, waarom is het gevoelig? Omdat ik de frustratie, de emotie en de vragen heel goed snap. Ik was toch niet zo heel lang geleden zelf Kamerlid. Vind ik heel belangrijk om het uit elkaar te trekken en om te vertellen hoe het dan wel zit. Ja. En als dan vervolgens mijn antwoorden opzij worden geschoven en ik alsnog opmerkingen in mijn mond geduwd krijg, dan vind ik wel dat ik erop kan reageren. U heeft dat nu uit.